En we hebben nog een aantal stellingen. En Mirabella die zal mij even helpen om, om een sheet tevoorschijn te toveren. Om toch even wat te proeven. En ik dacht, nou, we gaan niet meer te veel in gesprek en discussies en zo. Want we zijn allemaal ook een beetje moe van het luisteren misschien. Maar eventjes kleur bekennen, dat kan geen kwaad. Dus dit is onze eerste stelling. Voor de kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater is het belangrijker om stikstof en fosfaat aan te pakken dan medicijnrest. Dus eerst de nutriënten op orde en dan pas de medicijnrest. Wie is het hiermee eens? Ik zie graag vingers. Wie is het er niet mee eens? Nou, het lijkt een beetje 50-50. Dit is iets meer, dus niet iedereen is het hiermee eens. Maar de meningen zijn verdeeld, dus dat is een interessante vraag. Gelukkig heb ik vandaag ook gehoord dat als we aan de slag gaan met medicijnen, dat we die nutriënten gewoon mee kunnen nemen. Oscar had het er geloof ik over en nog anderen. Dus dit is nog wel op te lossen. Volgens mij is het volgende iets lastiger op te lossen, Mirabella. Ja, die met die drie keuzes, die vond ik wel. Deze zouden we doen, hè? Dus het begint al met een stelling apart. Uiterlijk 2027, over 10 jaar, dient 50% van de lozing van medicijnresten door FST's met 50% te zijn verminderd in vracht. Of de lozing van microverontreiniging met 50% te zijn verminderd. Dat gaat wel over de vracht. Of dient de toxiciteit met 75%. Zijn verminderd. Nou, gewoon even onderbuikgevoel. Wie kiest er voor A? Niemand. Kan ik ook geen vragen stellen, want daar wou ik net vragen over stellen. Dat is jammer. Wie kiest er voor B? Een paar mensen, een stuk of 10. Dus dan neem ik aan dat de rest voor C kiest. Wie kiest er voor C? Nou, dat is wel ambitieus, denk ik, maar dat vraagt ook wel van een aantal mensen van ons nog om hard aan de slag te gaan om al die testen en zo op orde te krijgen. Dus, en daar nog normen voor te bedenken. Nou, hoop te doen. Maar helder boodschap. Wat hadden we nog meer? De stelling is dat er voldoende kennis beschikbaar is om in 2027 medicijnresten en overige microverontreinigingen kosteneffectief te verwijderen uit afvalwater op FST's. En kosteffectief is dan 50% reductie van lozing van microverontreinigingen via het effluent van FST's voor minder dan 10 tot 15 euro per IE. En dat is ongeveer 10 tot 20 cent per kuub. Wie denkt dat er voldoende kennis beschikbaar is? Na vandaag, na alles gehoord hebbende? Dat zijn er wel heel wat. Dus het is niet zo dat er vandaag meer vragen ontstaan zijn dan antwoorden. Maar wie denkt dat dat niet zo is? Het zijn er maar een enkeling. En ik hoor er eigenlijk ook bij. We hebben vandaag veel geleerd, maar ik denk, we hebben toch nog veel te leren ook. Als ik dan hoor, bijvoorbeeld Arjan, daar was niet iedereen bij, maar die heeft iets verteld over de effectenanalyses. Dat is nog wel een hoop te doen. Iemand die voor de laatste, wie het hier niet mee eens was, is er nog iemand die dat toe wil lichten? Behalve ik zelf dan. Michael. Nou, ik vind het wel interessant om te weten van die 50%, is dat nou voldoende? En wat schiet je daar nou mee op? Dat is, kijk, dat die technieken er zijn en hoe die werken, dat geloof ik wel. Maar met name het debat van ja, waar wil je nou uitkomen precies? En nogmaals, niet om de boel op te houden, maar dat is wel een belangrijke vraag. Ja, dus dat is een ander gezichtspunt. Mark, jij wil er ook nog wat over zeggen? Ja, ik vraag. Ja, dan. Ik denk dan meteen over hoe dat met die Rijn ging. En kijk, ik denk inderdaad dat het klopt dat we niet precies weten waar we dan uitkomen. Maar ik denk ook dat in 86, of in 87 eigenlijk bij het Rijn-actieprogramma, dat de Rijn-ministers toen ook geen idee hadden waar ze uit gingen komen. En volgens mij is het wel duidelijk waar je in ieder geval, ja, no regret, of waar je in ieder geval wel de goede stappen kan zetten. En ik hoor inmiddels over waterschappen die zeggen van ja, maar dat watertje, dat willen we eigenlijk wel een klapper geven. En er zit RCT-effluent op en dan gaan we dat mooi maken. En dan denk ik van jongens, laten we daar alsjeblieft gaan beginnen. En dan laat je met dat soort voorbeelden, je kan ervan leren in je procesvoering, je kan gewoon leren in hoe dat allemaal werkt. En je kan bovendien, krijg je er nog een leuk cadeau bij, want je krijgt mooi water. En volgens mij moeten we dan
moeten we dan dus gewoon gaan beginnen en ontzettend goed van elkaar leren. Het is niet dat we niks te leren hebben, maar vaak zijn die kennisvragen, dat zijn een soort van, ik weet niet, we krijgen een soort verstarring van. En dat is volgens mij niet nodig op dit moment. Dankjewel Mark voor de toelichting. Ik herinner me wel dat, volgens mij met nutriënten zijn we ook ooit zo begonnen van binnen 10 jaar gaan we heel veel doen. Dat heeft uiteindelijk 30 jaar geduurd, dus 10 jaar is wel heel snel. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we niet aan de slag moeten. Inmiddels zijn er nog mensen die zeggen, ik zit alles gehoord hebbende, een stelling of een vraag die ik nog even in het midden wil gooien. We hebben nog wel meer stellingen. Ja, hier de voorheen. Ja, dank je. Alfons Zuizenveld. Kunnen we een hele simpele boodschap geven dat gewoon alle vreemde stoffen niet meer geloosd mogen worden, bijvoorbeeld? En bijvoorbeeld triclosan uit tandpasta. Kunnen we niet als watersector en gezondheidssector aangeven dat hoort gewoon niet in producten, behalve als het niet anders kan natuurlijk. En als het niet anders kan, dan mag het niet geloosd worden. Heel simpel. Wie wil daarop reageren? Kom bij Hans. Ik kan de rest het ook horen. Volgens mij is het verstandig om te accepteren dat we in een geïndustrialiseerde wereld leven. En dat je naar elkaar toe moet groeien. En dat begint niet met een verbod, maar dat begint met begrip voor die andere partij. En kijken hoe die andere partij en wij allebei beter kunnen worden. Dan ga je de goede kant op met elkaar. Oké. Okay. Ja, ik hoorde dat verhaal van dat spul op je been smeren als je gaat hardlopen. Nou, nu loop ik wel eens hard. En dan lijkt me nou niet zo goed om zodanig hard te lopen dat je elke keer iets op je been moet smeren. Je moet ook gewoon goed trainen, toch? Dus misschien moeten we ook cursussen gaan geven of hoe noem je dat? Zijn er nog meer mensen die willen reageren op deze stelling of vraag? Of zijn er nog andere vragen? Stellingen? Anders gaan we nog even kijken wat we nog meer hebben. Hebben we nog meer in de voorraad, Mirabella? Zo. Ik zal proberen dit voor te lezen. Het beleid voor de reductie van de lozing van microverontreiniging door RVC's kan worden gebaseerd op 4 keuzes. Nou, je mag er vast over nadenken. Fysisch-chemische analyses. Effectmetingen in het effluent. Effectmetingen in het ontvangend oppervlaktewater. Of er is nog geen geschikte analysemethode. Dus het gaat over beleid, hè? Beleid voor de reductie. Waar moet je dat nou op baseren? Dat is inderdaad wel een complexe vraag. Wie kiest er voor A? 5, 6, 7 mensen. Nog een paar nakomers. Wie kiest er voor B? Nou, vergelijkbaar, een stuk of 10. Wie kiest er voor C? Wat zijn er meer? Naar het oppervlaktewater, waar we het voor doen. Hè? En wie denkt dat er nog niks, nog geen geschikte analysemethoden zijn? Ja, ook een 10-tal mensen. Dus daar zijn we ook nog niet zo uit. We weten nog niet waar we beleid op moeten gaan baseren. Daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Dus ik denk dat het ook wel een belangrijk onderzoeksvraag is. Hè? Hoe gaan we dat, en dat is niet alleen een onderzoeksvraag, ook een beleidsvraag. Hoe gaan we dat eigenlijk met elkaar doen? Of gaan we helemaal geen beleid maken, zou Mark zeggen. Van, dan gaan we gewoon knallen. Gewoon bouwen en schoon water maken. Dat is ook nog een andere manier. Hè? Dus ophouden met beleid, maar gewoon doen. De waarheid zal ergens in het midden liggen. Wie wil hier nog op reageren of toelichten wat zijn keuze is? Ja, daar is een vinger. Nou, ik pak even iemand die ik vandaag nog niet gehoord heb. Dus Henny, wat vind jij ervan? Ik zou voor willen stellen om het beleid hier helemaal niet op te baseren, maar om dat te baseren op een visie en een doelstelling. En hoe gaan we dat dan meten? Hoe gaan we vaststellen of dat halen? We hoeven alleen maar vast te stellen dat we in de goede richting gaan en niet exact met getallen enzovoort. Oké, aan de slag. Op basis van een visie en een droom. Oké, nog andere reacties op deze stelling? Zo niet, dan kijk even, hebben we nog meer interessante stellingen?
gaan we die eerst even doen. Want als je ergens mee zit, moet je het wel kwijt natuurlijk. Mijn naam is Herman Smit, ik ben van PWN, drinkwaterbedrijf Noord-Holland. Wanneer gaan we nou RWZI's of drinkwaterzuiveringsinstallaties naast elkaar bouwen en gebruiken we het effluent van een RWZI als influent voor een drinkwaterzuivering? Technieken zijn er, de kansen zijn er, we moeten ze alleen pakken. Aan de slag. Aan de slag. Nou, wie is het er niet mee eens? Nou, dan gaan we eens even horen wat die ervan vinden. Jans, je hebt er vaste mening over. Ja, kijk, gewoon dat is het mooiste natuurlijk, als je dan kijkt naar Singapore of zuivering in Australië of Namibië of in Brazilië waar ik ben geweest. Maar de basis is toch altijd van dat we hier een hele hoge mate hebben van voor gezondheid. En kruiscontaminatie met twee typen zuivering naast elkaar zou ik toch niet doen. Oké, ik zag daar ook nog wat vingers. Misschien, wie wil er nog wat aan toevoegen? Anja? Ja, ik wil geen gezuiverde plas drinken, dus liever niet. Op enig moment zullen we misschien wel moeten, maar willen en moeten ligt soms ver uit elkaar. Ga ik even naar Hans. Ja, je komt zo. Nou ja, over gezuiverde plas drinken, een heleboel mensen in Rotterdam en omgeving doen dat al, in zekere zin, omdat de Maas is onze bron, Evides. Maar mijn beeld is dat technisch lijkt het wel te kunnen, dat zegt Jans net ook. En als het kosteneffectief is, of op andere redenen dat je water wil hergebruiken, omdat dat andere doel dient, dan zou je het kunnen doen. Maar als je genoeg bronwater hebt, wat schoner is dan gezuiverd effluent, ja, dan ga je het waarschijnlijk niet doen. En Oscar die stak zijn hand ook al op, er zijn al studies gedaan voor de Harnaspolder, zuivering van Delfland, dat het wel kan en het is ook al uitgezocht. Alleen, één is perceptie, wil je het wel, maar de andere is ook, is het nodig? Het interessante van deze discussie, ik ga nu naar Oscar, maar is wel dat als we het zo framen, dat we gewoon, we maken al schoon water, we maken het zo schoon, waarom zouden we het dan niet gebruiken voor andere doelen, is natuurlijk wel interessant. Ik denk dat je bij drinkwater altijd moet uitgaan van de schoonste bron. En niet jezelf moeilijker maken dan het al is. En we weten een heleboel niet van het effluent. Alle stofjes die erin zitten die we nog helemaal niet kunnen meten. Die mogelijk schadelijk kunnen zijn. Dus ga nou uit van de schoonste bron. En mochten we geen andere bron hebben dan effluent. Goed. Dankjewel voor de reacties. Zijn er nog andere vragen? Misschien ook, ik kijk ook even naar de achterste helft. Voorste helft. Of discussies. Nou, misschien ook een mooi moment om te gaan afronden, Cora. Dan geef ik het nog even over aan jou. Dankjewel, Henry. Het doet mij deugd dat deze zaal nog helemaal vol zit. Want ik had jullie van tevoren gezegd vanmorgen van nou, het gaat een heftig dagje worden. Voor mij is het best een heftig dagje geworden ook, want de informatiedichtheid was best wel hoog af en toe. Ik heb heel veel stofjes voorbij zien komen. En sommige stofjes daar, die herken ik inmiddels. En ik heb nog één vraag, nog één enquêtevraag. Zit hier iemand in de zaal die niet een nieuw stofje gezien heeft? Dus die alle stofjes kende die voorbij kwamen. Dat zou ik graag willen weten. Anja, heel goed. Goed. En Mirabelle. Oké. Maar goed, mijn informatiedichtheid was hoog. Er wordt hier een mooi verslag van gemaakt van deze dag. Er zijn videoopnames gemaakt. Die zijn dadelijk via de website van de STOA beschikbaar. En op de website van medicijnen uit afvalwater. Ja? .nl. Medicijnen uit water. .nl. Dus ook voor de mensen die er niet bij aanwezig zijn geweest, die kunnen het nog eens een keertje rustig nakijken. Hoge informatiedichtheid. We gaan vooral ook kijken of we dit soort activiteiten gaan herhalen. Dit was eigenlijk de openbare expertgroep waterfabrieken.
En gezien de opkomst, nou, moeten we daar zeker over nadenken op wat voor manier we dit verder gaan vervolgen. Dus laat vooral weten aan mij, aan Bert of aan Mirabella of aan Henry van wat je hiervan vond, wat er goed was, wat er meer was of wat er beter kan. Wat normaal gesproken bij zo'n afsluiting ook altijd gebeurt is, nou, we kunnen terugblikken, maar dat ga ik nu niet doen. Dat doen jullie allemaal lekker zelf dadelijk bij de borrel. Maar we bedanken altijd de sprekers. En dat gaan we nu ook doen. En meestal krijgen ze dan een flesje mee of een bosje bloemen. Maar dat hebben we nu niet voor gekozen. Want uit naam van de organisatie hebben we een donatie overgemaakt naar de Clinic Clowns. En dat is eigenlijk bijeengebracht door de sprekers. Omdat, omdat we dat eigenlijk vonden dat het een veel beter cadeautje was. Dus... En het zijn natuurlijk de sprekers die hier op het podium hebben gestaan. En die hebben allemaal hun moment aan de microfoon gehad. Maar er zijn twee mensen die ik toch wel even in het bijzonder nog even wil noemen. En dat is Mirabella, want die heeft zeker in de voorbereiding heel veel gedaan. En de andere persoon, die is denk ik niet in de zaal, maar die staat beneden om de bitjes in te nemen. En jullie dadelijk een uitreikkaart te geven wanneer jullie dadelijk met de auto weg willen gaan. En dat is Petra Angelone van de STOA. Dus dit applaus dat zullen we doorgeven, maar een bedankje dadelijk aan haarzelf. Dat is zeker op zijn plek en ik hoop dat de sprekers met deze donatie... En ik hoop dat jullie vooral ook sprekers feedback willen geven op hun presentatie. Want dat is misschien wel zo waardevol dan een flesje wijn. Ik wil het hierbij laten. Ik wens jullie een heel fijn weekend. En jullie allemaal hartelijk dank voor jullie bijdrage. En drink nog lekker een borrel, eet een bitterbal. En fijn weekend. Tot ziens.